Zoom in elke maandag om 8 uur in de avond en de herhaling op de zondag om 6 uur in de avond. Goedenavond, dames en heren kijkers, en welkom bij een nieuwe aflevering van Zoom in. Vandaag praten we over creativiteit en innovatie. Twee woorden die in de afgelopen periode, voornamelijk in de coronatijd, ontzettend vaak zijn gebruikt als we praten over het overleven van industrieën, het overleven van bedrijven, hoe om te gaan met van alles wat er om ons heen in de wereld aan het gebeuren is. Zoals u weet gaat dit programma over gezondheid, welzijn en het well-being of people, om het maar even zo te zeggen. Creativiteit en innovativiteit zijn twee van de belangrijkste kenmerken die nodig zijn hiervoor. We hebben dus uit deze twee industrieën mensen uitgenodigd die onze gasten zijn vandaag, onze panelgasten, en die met ons gaan meepraten over hoe creativiteit en innovativiteit binnen hun sector een drijvende sfeer zijn geweest om deze coronatijd op een goede manier te overbruggen. En you never know, misschien wel beter eruit zijn gekomen dan hoe ze erin zijn gestapt. Laten we alvast even kennis maken met onze panelleden. En dat is mevrouw Anne Hermelijn, zo direct maakt ze nader kennis met u. Jean-Luc Josafat en Nicole Regio-Sintono. Dat zijn onze drie panelgasten van vandaag. We maken kennis met hun zo direct en ze vertellen sowieso ook een beetje over hun eigen achtergrond. En natuurlijk, voordat we van start gaan, moeten we eerst ook nog onze sponsor Selflines bedanken dat zij elke keer weer in de gelegenheid ons stellen om dit programma aan u te presenteren. Fijn dat u erbij bent. Nu weet u, mag reageren als u dat wil op het bekende telefoonnummer van Supreme Suriname. Dames en heren, goedenavond en welkom erbij. Ons programma vandaag, creativiteit en innovatie, is ons thema. Dames en heren, twee dames, één heer. Zullen we de heer alvast laten gaan omdat hij alleen is vandaag? Yes. Goed. Ja, laten we kennis maken met Jean-Luc Josafat. Jean-Luc, welkom erbij. Fijn dat je tijd vrij maakt om dit programma met ons op te nemen. Vertel ons wat meer over jezelf. Nou, mijn naam is Jean-Luc Josafat. Ik ben een spoken word artiest. Ik ben een dichter, een schrijver, brand owner. En ik heb een abnormale passie voor schrijven en gewoon op het podium staan en datgene waarover ik schrijf te delen met het publiek. Ik doe dit al ruim 7 jaar. Ik ben lid van het collectief Kokolampu. En daar is eigenlijk mijn carrière begonnen. En ik ervaar het tot nu toe als hoe moet ik het zeggen? Heel, heel bewogen, omdat spoken word echt leven inblaast in onderwerpen waarover mensen niet durven te praten. En daar heb ik mezelf ook in verdiept om juist te praten over de dingen waarover men normaal niet over zou praten. En ik ervaar het tot nu toe echt fijn. Ik heb 2 jaar terug de Weekend Talent Show mogen winnen. En dat was eigenlijk mijn piek in mijn carrière en ik geniet er tot nu toe absoluut van. Oké, very nice. Dankjewel voor de introductie. Nicole, jij werkt bij Saplab en gaat ons wat meer vertellen over jezelf en over wat Saplab allemaal doet. Ga je gang. Avond alle kijkers, mijn naam is Nicole Regio-Sintono. Ik maak deel uit van het management team van het Saplab. Saplab is het paplab van Villa Sapatara. Vandaar de naam Saplab. Een fablab is niets anders dan een fabrication laboratory. Het is een werkruimte met verschillende computergestuurde machines waar uitvinders, ontwikkelaars, hobbyisten terecht kunnen om hun creatieve ideeën verder te ontwikkelen, verder uit te werken, te innoveren tot een fysiek product. Villa Sapatara staat al bekend in de samenleving. Het bestaat al 11 jaar. En in de afgelopen periode hebben ze zich meer gericht op kunst- en cultuureducatie. Ze staan ook bekend om de vele landententoonstellingen. Het was allemaal begonnen bij Ghana. Toen was er ook Bombay, China, Brazilië. En op dit moment is het thema Saranakrakti. De kracht van de natuur, de cultuur en de kracht in de mensen zelf. Maar Villa Sapatara wilde zich niet alleen richten op kunst- en cultuureducatie, want we merken ook dat de ontwikkelingen die gaan gewoon verder. En we wilden ook richten op techniek en innovatie. Vandaar dat het idee is ontstaan om een fablab op te zetten. Ja, dank je wel, Nicole.
Goed, en mevrouw Anne Hermelijn, geen onbekende in de samenleving sowieso, al enige tijd bezig. Maar voor de mensen die u niet kennen, misschien toch wel goed om het even op een rij te zetten. Oké, ik ben al 26 jaar actief in de kunst- en cultuursector in Suriname. Voornamelijk bekend als ondernemer en ook als producent van verschillende festivals, muziekevenementen, filmproducties, beeldende kunstprojecten en veel theater de afgelopen tijd. Ik kijk met een bril van socioloog, want dat is mijn achtergrond. En ik onderneem. Ik ben bezig met creativiteit om een beter Suriname te creëren. Oké. Dankjewel voor de introductie. We gaan het hebben vandaag over de afgelopen coronatijd. Jullie komen alle drie uit een creatieve industrie, waar innovatie heel erg belangrijk is geweest afgelopen jaar, om zeg maar de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. Ik denk dat jullie alle drie ook in een sector zitten die zeg maar als eerst gesneuveld is, als je het zo zou willen noemen, over de activiteiten die gestopt zijn, dingen die als eerste zeg maar geschrapt werden van de lijst van ondernemingen en van activiteiten. Dus dat wil zeggen dat de eerste klappen toch wel echt in die creatieve industrie zijn gevallen wereldwijd, maar natuurlijk ook in Suriname. Heel graag wil ik jullie vragen om daar even op terug te blikken. Wat is het begin van corona geweest? Wat is de eerste reactie geweest van de mensen uit jouw omgeving, de mensen waarmee jij werkte, klanten, opdrachtgevers en ga zo maar door, op alles stopt? En daarna gaan we dan praten over hoe jullie daaruit zijn gekomen door middel van het toepassen van creativiteit en innovatie. Mevrouw Hermelijn, we beginnen bij u. Nou, bij mij, het begon in maart. En ik heb een vast team van zelfstandigen die me ondersteunt bij het uitvoeren van projecten. En het eerste was van, oké, corona, nog even het 5 maanden, 6 maanden. In maart, het was op een gegeven moment, het verst was september. Oké, dan hebben we een paar maanden even tijd om bij te komen, nieuwe dingen te gaan ontwikkelen, bedenken. En in september gaan we weer aan de slag, want we hadden een heel programma voor 2020. En toen werd het juli, augustus. En toen wisten we van nee, september haal je niet. En toen begon het eigenlijk van wat dan wel. En dan kijk je om je heen wat er gebeurt. Sowieso live performances waar wij heel erg actief in waren. Dat was niet meer mogelijk. Dat is tot nu toe niet mogelijk. Dus we gingen doordenken. Een collega van me die zei ergens in juni van zullen we iets met tv gaan doen? Dus ik zelf heb een tv-productie gedaan met mijn collega en onder andere ook met Supreme bij. Veel andere dingen zijn gestopt in onze sector. Nu zie je dat veel is geswitcht naar film- en videoproducties. Maar internationaal is op dit moment podiumkunsten helemaal stil. Als je kijkt naar de beeldend kunstenaars, die gaan wel door met creëren. Dus je ziet wel, ze moeten hun creativiteit kwijt. Maar je hebt geen exposities meer waar mensen een opening hebben. Dus nu heb je veel online. De beleving is anders. Maar ja, men gaat door, daar komt het wel op neer. En je zoekt naar innovatieve manieren om je creativiteit kwijt te kunnen, want dat stopt niet. Ja, oké. Mooi. Jean-Luc, vanuit jouw standpunt. Yes, mijn eerste kennismaking was nadat ik van vakantie kwam. Precies, denk tweede week februari kwam ik terug. Ik had de Weekend Talent Show gewonnen. Ik dacht, ik gun mezelf een vakantie. Ik ben op Curaçao geweest. Ik kom terug en ik dacht van oké, we gaan nu hard aan de slag. En bam, na 2 weken kwam corona. Mijn hele planning qua optredens ging er niet meer door. En het was ook de bedoeling om te proberen om in 2020 zoveel mogelijk een bestaan te gaan creëren waarbij ik gewoon fulltime spoken word artiest wil worden. Waardoor ik gewoon daarvoor kon leven, waarbij ik bijvoorbeeld
elke week gewoon huisfeestjes kon doen, grote evenementen, bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven. Want die kregen wel een bepaalde interesse voor spoken word. En ik dacht van oké, dit is het moment om vleugels eigenlijk te openen en ja, tussen de wolken gaan vliegen. Maar dat was het niet. Maar aan de andere kant heb je ook de andere keuze om innovatief bezig te gaan zijn, om terug te gaan naar het presenteren van jouw kunst via het internet, archiveren, videoopnames. Je gaat dan met dagelijkse quotes proberen om je fanbase nog dichtbij te houden. En zo heb ik het ervaren. Oké, goed. Nicole, jij. Ja, er was namelijk een heel voortraject geweest, de planning en ook het zoeken van sponsoren. Het was al vanaf 2018 gaande. En begin 2020 was het project al zo ver om echt te beginnen met de bouw, met het opzetten van het SAPLAB. Dus dat was begin 2020 en niet lang daarna, in maart 2020, toen was er corona en het initieel ontwerp zou zijn, het SAPLAB zou bestaan uit één container. Ja, maar nu met al die regels, je moet daar rekening houden met de afstanden tussen personen. En dan wisten we vooraf al van, in één container gaan we niet zoveel bezoekers kunnen accommoderen. Dus het hele ontwerp is ook aangepast. Het is nu geworden twee containers. Dat wil dan ook zeggen, stijging van de bouwkosten. En toen was er ook stijging van de koersen. Dus heel wat onvoorziene omstandigheden waren er. Dus waren we ook bereid te zoeken naar meerdere sponsoren. Dus we hebben heel wat brieven geschreven naar lokale bedrijven, maar ook bedrijven in het buitenland. We hebben ook een beroep gedaan op serviceclubs. Dus dat was ook weer een heel traject. Iets wat we in principe helemaal niet hadden verwacht. De bouwwerkzaamheden zijn dan ook zo vertraagd. En dan ook nog, dus de opening zou veel eerder moeten plaatsvinden. Uiteindelijk is het toch is het in november gebeurd. Dat is ook de jaardag van Villa Sapacara. Maar wij hadden ook een heel programma eigenlijk in mind om het gebeuren te openen. Maar dat kon ook niet. Dus er waren dan heel wat aanpassingen in het programma. Maar het is uiteindelijk toch gelukt en daar zijn we heel erg trots op. Ja, want het is inderdaad, je hebt het hele traject eigenlijk al uitgelegd. Want het is wel opmerkelijk dat hard in coronatijd jullie gewoon open zijn gegaan. Want ja, toch, oké, maar je vertelde 2018 zouden jullie eigenlijk al, waar jullie al van staat, gaan naar het programma. Dus je kan niet plotseling gewoon stoppen, je moet door. Maar wat zijn de effecten geweest qua van het team eigenlijk, van het uitvoeringsteam op het daadwerkelijk van de grond krijgen van jullie nieuwe onderneming, om het maar zo te zeggen, midden in coronatijd? Dus het programma voor deze interactieve rondleidingen kan dan ook geen voortgang meer krijgen. Dus het is ook weer een hele switch, een andere strategie die we moeten bedenken. Maar om toch onze hoofddoelgroep te bereiken, hebben we gericht uitnodigingsbrieven gestuurd naar verschillende stakeholders. Ik denk bijvoorbeeld aan organisaties die te maken hebben met jeugdbeleid, jeugdwerk, maar ook organisaties die te maken hebben met innovaties. We hebben ook ministeries uitgenodigd, dus heel wat stakeholders hebben uitgenodigd om toch langs het SAPLAB te komen, om zo bekendheid te geven en zodat zij het ook verder kunnen doorgeven binnen hun netwerk. Want zoals jullie al weten, het SAPLAB staat er pas. We zijn nog geen half jaar, nog geen 6 maanden. En het SAPLAB moet nog bekendgemaakt worden. Het is een heel nieuw concept. Dus daaraan werken wij. Maar ook, we bieden namelijk ook workshops aan en trainingen. En daar moeten we ook letten op het aantal mensen die we toelaten. We kunnen nu echt niet meer mikken op 20 man. Dus nu is het echt werken met max 3.
cursisten, omdat er ook nog twee begeleiders komen van het SAPLA. Dus op dit moment is het wel 5, maar enkele weken geleden was het 10, dus dan konden we meer cursisten accommoderen. Ik wil even naar mevrouw Hermelijn. Mevrouw Hermelijn, u komt sowieso uit een creatieve industrie, hè? Dus je hebt een paar maanden stilstand, omdat ik neem aan jullie vanuit jullie werksfeer of de organisatie van hoe het werk ingedeeld is, iedereen wel even de ruimte had om die paar maanden stil te staan, om te kijken hoe verder. Wat is het concreet geweest? Hoeveel optredens en opdrachten zijn daadwerkelijk echt gestopt? En zijn jullie daarna doorgegaan met dezelfde opdrachten op een andere manier? Nou, alles is gestopt en live performances zijn tot nu toe niet mogelijk. Dat ligt bij de autoriteiten, er zijn protocollen ontwikkeld, et cetera. Maar het is voorlopig nog niet mogelijk, want telkens, weet je, als er weer een beetje versoepeling is en er is mogelijkheid dat er ergens live optredens zijn, dan komt er weer iets en is er weer een beetje toename van gevallen. Dus tot nu toe is dat niet mogelijk. Voorlopig zullen de theatervoorstellingen waar ik voornamelijk actief mee was voor corona, die zullen ook niet doorgaan, want je komt niet meer bij elkaar in een gesloten ruimte. En je komt niet meer in grote groepen bij elkaar. Het heeft ook te maken met, behalve met de gezondheid, ook met het economische. Is het financieel nog haalbaar om dat te doen? Dus, of het door zijn gegaan. Wat zijn de consequenties van, ja, ik zal het maar even een beetje, het rollercoaster effect. Dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel, dan weer 10 mensen, dan weer 50, dan weer 5. Wat zijn de consequenties daarvan? Wat valt er daarover te zeggen? Wat is er daarvan opgemerkt? Nou, wat is opgemerkt is dat mensen inderdaad zeer creatief zijn en innovatief met hun eigen livelihood. Want wat ik heb gemerkt in mijn omgeving is dat de mensen die bezig waren in deze sector, in deze branche, gewoon andere dingen zijn gaan doen. Zij dat ze ATM's zijn gaan schoonmaken, tuinen zijn gaan doen, pannenkoeken zijn gaan bakken en verkopen. Gewoon totaal andere dingen die niets te maken hadden, maar het is wel innovatief. Want je moet eten, je moet leefbaar door. De consequentie voor de sector is dat als we teruggaan, ik weet niet wanneer, naar het normaal, een nieuwe balans, dat ik denk dat de creatieve sector, zoals dat was, dat ik voordat we weer op hetzelfde niveau zijn. En daarnaast is het niet alleen corona, het heeft ook te maken met onze economische situatie in het land. Dus het is dubbel op. Ja, zeker dubbel op. Maar de vraag is eigenlijk, en die vraag is voor jullie alle drie, is het wel de bedoeling dat we teruggaan naar normaal? Hoe zal het inderdaad eruit zien? We weten allemaal niet, het is tasten in het duister. We weten allemaal niet hoe lang dit nog gaat duren. We weten niet hoe het eruit zal zien. Zowel gezondheidswijs als economisch. En toch moeten we door. Zijn er al structuren in place? Of wordt er nagedacht over een structuur in place brengen? Hoe op de lange termijn dit toch op een goede manier te kunnen overbruggen? Binnen de sectoren? Ik moet dit ervan zeggen dat er eigenlijk in Suriname, en niet alleen in Suriname, we praten nu over Suriname, er zijn geen grote organisaties die vanuit een helikopterview naar die sector kijken. Je hebt kleine organisaties, je hebt veel zelfstandigen. Maar bijvoorbeeld van een directoraat cultuur, daar is geen contact mee. Er is wel een organisatie, de PECS, van de entertainers, artiesten, die zijn bezig protocollen te ontwikkelen om straks door te gaan als het weer kan, als het weer mag. We zullen zien dat een aantal dingen niet meer mogelijk zal zijn. We moeten dan gaan kijken van wat is financieel haalbaar. We zullen waarschijnlijk, mijn eigen conclusie is dat op een andere manier zullen moeten gaan genieten
van de kunst- en cultuursector. Veel zal in kleine groepen zijn, online. En dan moeten we gaan kijken, is het financieel haalbaar? Oké, goed. Jean-Luc, hoe sta jij hier tegenover? Een nieuwe manier van werken, een nieuwe manier van jouw creativiteit tot uiting brengen. Die ongetwijfeld bij jou ook innovatief moeten zijn in de afgelopen maanden om toch door te kunnen. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Yes, ik blijf het zeggen. Online is the new normal. Ik denk dat we als gemeenschap een middenweg moeten gaan zoeken om de Surinamer eigenlijk meer te laten gaan wennen met online events bewonen, online participeren aan bijvoorbeeld een expo of een labbezoek zoals SAP dat doet. Ik denk dat we daarin moeten gaan investeren en meer creatiever gaan zijn in hoe wij dat naar voren brengen. We kunnen bijvoorbeeld de fondsen die bijvoorbeeld klaar liggen, kunnen we investeren in het online. Dat wij bijvoorbeeld ook tv-producties kunnen doen als kunstenaars. Maar dat we niet alleen via bijvoorbeeld Facebook of Instagram, maar gewoon ook tv-producties waar mensen naar kunnen kijken. En zo ook mensen een beetje vertier geven, omdat heel veel mensen ook binnen zijn en eigenlijk niks te doen hebben. En ja, ik ben sowieso op zoek naar heel veel vertier en daarom ben ik heel vaak bezig te schrijven. Maar ik denk wel dat we een goed beleid richten als het gaat om innovatief zijn. En ja, dan kunnen creatievelingen zich bijvoorbeeld aansluiten aan een organisatie en kunnen we vanuit dat oogpunt dingen gaan creëren. Oké, ik hoor wat jullie zeggen. Ik vind het natuurlijk sowieso, dat hebben we allemaal gemerkt. Alle meetings gaan online, bij elkaar komen is allemaal online. En toch, laten we eerlijk zijn, in Suriname is online misschien niet de meest voor de hand liggende totale oplossing. Maar dus de volgende vraag, hoeveel mensen kan je bereiken online daadwerkelijk? Als je dus bijvoorbeeld vroeger, noem maar wat, een grote show zou kunnen geven die voor grote delen van de Surinaamse gemeenschap toegankelijk was, noem maar wat, een feest op het plein, of 1 juli op straat, of Oroyari op straat. Ook al hoe online je ook wordt, dat zal nooit meer zo kunnen gebeuren online. Dus dat is 1 ding. Niet alleen maar dat. Hoeveel procent van de Surinaamse samenleving heeft ook daadwerkelijk toegang tot online? Zijn we daardoor niet onze mensen eigenlijk een beetje het nog moeilijker aan het maken om te kunnen participeren? Als ik kijk naar Nicole haar activiteiten, die zullen nooit online kunnen, want je moet bij zo'n apparaat zijn. Dus het heeft ook zijn beperkingen. We zijn denk ik met een groep, ik zal eventjes een schot voor de boeg percentage noemen van misschien 30-40% die wel de online mogelijkheid hebben. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld iedereen die buiten Paramaribo is of verder in het diepe binnenland van Suriname, voor die worden dit soort mogelijkheden alleen maar een nog verder van mijn bedshow. Mevrouw Hemmelijn, graag uw reactie hierop. Nou, dan zet ik even de pet van socioloog op. We zijn sociale wezens. We willen bij elkaar zijn. Dat is de mens nu eenmaal. En ik ben het met Jean-Luc eens dat er veel meer online gedaan wordt. Voor mensen die inderdaad de mogelijkheid hebben. Maar mensen willen bij elkaar zijn. Mensen, de sfeer van online is anders dan wanneer je daadwerkelijk bij elkaar bent. Er is nu heel erg populair in de wereld zijn hybride events met kleine groepen mensen die toch bij elkaar komen en die de sfeer scheppen en een andere groep die online meekijkt. Het is niet hetzelfde. Waarschijnlijk zullen we ergens moeten gaan wennen. Nu op dit moment in Nederland zijn er test-events. Maar daar zijn er ook weer beperkingen, want er komen kosten bij kijken, snelle testen doen en zo is allemaal niet gratis. Wij in Suriname lopen op dat gebied wat achter. We hebben andere, misschien wat grotere problemen. Het financiële speelt bij ons ook een grote rol. Maar ook infrastructureel, denk ik, speelt een rol bij ons in Suriname. Maar wat zeker is, ja,
Precies, dat speelt zeker een rol. Voorlopig komen die grote events. Ik ben begonnen, Surifesta is mijn baby en ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Maar ik weet zeker dat ik de eerstkomende waarschijnlijk 20 jaar nooit meer een streetparty bij Tour de Oosten heb met 20.000 man. Dat zal gewoon niet kunnen. Wat dan wel? Dat gaan we met z'n allen moeten gaan uitzoeken. Nu hebben we daar nog geen antwoorden op. Oké. Okay. Zijn jullie wel aan het... Is het een onderwerp van bespreking wel binnen de groep? Nou, binnen de PEC zijn er een aantal voorstellen ontwikkeld. Die liggen allemaal bij het ministerie van Volksgezondheid. En ja, die beloven op hun beurt van ja, we kijken ernaar. Maar uiteindelijk komt er niets van en we nemen ze niet kwalijk, want we weten dat er grotere problemen zijn. We hebben andere dingen op dit moment om zich zorgen over te maken. Ja, klopt. Oké. Jean-Luc, hoe zie jij dat verder gaan? Want ik heb het ook al geschetst, hè? Online is maar een kleine groep in Suriname die dit heeft. Je zal toch een grote groep niet kunnen bereiken. Hoe ga je daarmee om? Nou, ik zeg ook, als bijvoorbeeld online niet lukt, moeten we zulke op maat gemaakte protocollen gaan introduceren. Zodat we toch, bijvoorbeeld zoals mevrouw Hermelijn zegt, testevenementen kunnen plaatsen. Als we bijvoorbeeld een boulevard nemen, dan maak je sowieso vakjes. Snap je? Geef je bijvoorbeeld één keer in de maand een feest weg of verschillende buitenlocaties. Dan heb ik het over boulevard, het onafhankelijkheidsplein. Waarbij je bijvoorbeeld vakjes maakt van groepen van misschien 5 mensen. Maar op zodanige manier verspreid dat je sowieso een controle over hebt. En dat je erop toeziet dat iedereen binnen die vakjes blijft. En ik denk dat als we dat bijvoorbeeld één keer in de maand kunnen doen, dan heb ik wel het gevoel dat mensen kunnen gaan ontstressen, dat mensen kunnen ontspannen. Dat mensen eigenlijk het gevoel van het samen zijn toch wel weer kan gaan ervaren. Dat is wat ik denk, maar in hoeverre dat mogelijk is, moet dat voorgedragen worden aan de regering. En dan kunnen we kijken als dat een mogelijkheid is. Maar ik denk wel één keer per maand een feestje, dan begint het misschien vanaf 12 uur in de middag, de lockdown of zo, 9 uur. Maar dat we mensen toch wel de gelegenheid geven om naar buiten te gaan, maar en dat we niet het gevoel hebben dat we binnen geïsoleerd blijven voor hoe lang, ik weet niet. Maar ik denk dat dat wel een van de mogelijkheden kan zijn. Oké, Nicole, we hebben het gehad over online evenementen en dergelijke. Een SAPLAB, dat kan niet draaien online. Hè? Je hebt het in principe eigenlijk al een beetje aangegeven. Het gaat met minder mensen nu. Maar is dat voor jullie inderdaad ook wel de oplossing op lange termijn? De situatie op dit moment is heel erg uitdagend en het is ook echt onvoorspelbaar. We doen het nu nog gewoon met een aantal mensen die dat op dat moment is, hè? Ja. Toegestaan is. Hè? Maar we bekijken nu al naar andere opties om meer mensen te kunnen bereiken. Want wat ik al eerder heb aangegeven, we nodigen ook echt gericht verschillende stakeholders uit om bij ons langs te komen voor een kennismakingsbezoek, maar wat we ook merken is dat er partijen geweest zijn die hebben aangegeven dat ze niet persoonlijk kunnen langskomen vanwege het COVID-probleem. Maar ook die mensen willen we bereiken. Dus we zijn nu bezig om een informatief filmpje in elkaar te zetten over de verschillende machines, maar ook over de diensten van het SAPLAB, waarvoor men al allemaal terecht kan naar het SAPLAB. Dat gaan we dan in een filmpje verwerken. En dan wordt het gestuurd naar de verschillende stakeholders. Dus dat is een manier. Maar ook, we proberen ook de jongeren van de verre districten van het binnenland ook te bereiken. Want in principe zouden zij dan ook gewoon naar ons toe moeten komen. Dus dat was eigenlijk het initieel plan, maar dat gaat dan ook niet meer lukken. Dus waaraan we nu dachten, of we zijn bezig met het plan, het is het SAPLAB 2.0, dat het team van het SAPLAB naar de districten gaat. Maar dan zullen we dan kleinere groepen bezig zijn. Dus dat is dan ook een van de manieren om de mensen te bereiken. Maar als ik het ook even mag hebben over Villa Sapakara, want ook hun, dat is dan ook drastisch afgenomen, aantal personen. Dus ze zijn nu ook bezig met online activiteiten. We zijn bezig een
een digitale tour van de tentoonstelling. Daarmee zijn ze nu bezig. En dat zouden ze dan ook koppelen met verschillende onderdelen van het Sranankrakti-tentoonstelling. Door middel van games of vragen. Dus zodat het ook nog interactief en leuk blijft voor de bezoekers. En we zijn ook bezig met een webshop. Dus ook op deze manier willen we proberen de mensen te bereiken. Oké. Okay. Blijft heel erg duidelijk dat een creatieve insteek, ofwel een creatieve benadering van activiteiten, enorm belangrijk is om een brug te slaan, om overlevingskans, om het maar zo te zeggen, te vergroten. Mevrouw Hermelijn heeft het al gezegd. Zij verwacht in de eerste, ik vond het wel echt best een heel lange tijd, van 20 jaar, dat we eigenlijk denken dat we nog in deze situatie blijven zitten, of alhoewel niet alles weer naar het nieuwe normaal, om het zo te zeggen, teruggaat. Dat is eigenlijk best wel een drastische uitspraak in tijd, mevrouw Hermelijn. Kunt u dat een beetje voor ons een breakdown maken daarvan? Nou kijk, ik heb het over hele grote events, 20.000 man. Corona is er om te blijven. Ik denk niet dat we morgen opstaan of volgend jaar opstaan en iedereen is gevaccineerd en niemand komt het land meer binnen en dat we gewoon onze gang kunnen gaan. Dat verwacht ik niet. Ik verwacht ook dat door onze financiële situatie, alles dat gebeurt moet ergens door betaald worden. Het bedrijfsleven heeft hele rake klappen gekregen door de hele situatie. Zij betaalden al dit soort grote events. Dus ook zij zullen gaan aanpassen. Zij zullen ook weten van oké, misschien meer online. Dus we gaan het allemaal moeten gaan uitzoeken. Dus om terug te gaan naar wat het was, dat duurt even. Ik verwacht dat we, net als wat Jean-Luc aangeeft, dat er kleinere events komen. We moeten even gaan kijken van, is dat financieel haalbaar? Maar is dat financieel haalbaar volgens u? Want ik heb het berekend op dit moment niet. Ja. Ik heb het berekend. Dus prachtige ideeën, er zijn veel langsgekomen. Maar op dit moment als ondernemer is het voor mij niet interessant. Ja. Oké, is er een modus die op dit moment wel interessant is? Want ook al zou je bijvoorbeeld nu online je activiteiten ontplooien, er zijn nog geen in place gebrachte betaalmethodes voor online evenementen, participatie. Dus dat is ook niet een tool die makkelijk voor handen ligt om te zeggen, nou, ik kijk naar een show of een tentoonstelling en ik betaal 50 SD in plaats van toegang en een drankje en mijn auto daar naartoe rijden. Geef ik het nu aan de artiest om toch nog op de een of andere manier wat revenue te creëren. Dus wordt er daar naar gekeken binnen de groep? Voor corona was er al een organisatie bezig hiermee. En het wacht is op de overheid. Die heeft het op dit moment zo druk dat ze nog geen aandacht meer aan kunnen besteden. Maar uiteindelijk gaan we daar naartoe moeten gaan dat je online kan betalen, dat je een digitale kaartje kan kopen. Want de creatieve mensen moeten ook vergoed worden, moeten gewaardeerd worden. En het wacht is op de overheid. Ja, dat is best wel een zware dobber, om het maar zo te zeggen. Jean-Luc, kijk, jij zit op dit moment goed. Je zegt, je hebt het online. Heb je ooit erover nagedacht om bijvoorbeeld te zeggen, nou, je gaat een beetje verder met het innoveren van jouw talent en jouw performance mogelijkheden. En je geeft bijvoorbeeld, ik noem maar wat, even dwarsstraat, een straatshow op de plek waar er wel terrasjes open mogen. En dergelijke. Heb je daar ook over nagedacht? Hoe brainstorm jij over de innovatieve manieren van nog steeds jouw kunst op een leuke manier aan de man brengen? Oké, ik heb dat in december geprobeerd. Mm-hmm. Een klein concertje te geven daar bij Wakapassie met 15 tot 20 man. En dat is wel de manier hoe het wel zou kunnen. Maar zoals mevrouw Hermelijn het zegt, het financiële plaatje is dan weer anders. Je gaat het gewoon doen om eigenlijk je creatieve geest warm te houden, wakker te houden. Maar financieel gezien is er niet heel veel uit te halen. En
ik heb dat gedaan om te kijken, oké, is er nog steeds behoefte aan een poetry event en al dat soort dingen? En dat is er sowieso. En ik ben daarna ook overgestapt naar een eigen online event. De eerste spoken word online show dat gehouden is in Suriname. Dat heb ik in december jongstleden gedaan. En het was ook weer anders voor mensen. Mensen hebben gezegd van, weet je, ik had nooit gedacht dat ik een online spoken word event leuk zou vinden, maar jij hebt me het tegendeel bewezen. En dat geeft me wel het gevoel dat online kan werken en dat wij ook sowieso erover na kunnen denken hoe wij mensen daar kunnen krijgen om te zeggen, oké, ik betaal voor een kaartje online en die mogelijkheden zijn er daar. Binnen 2 seconden heb je gewoon je betaling gedaan, je hebt je kaartje en dan zit je bij het event gewoon thuis lekker met je gezin in de woonkamer en je volgt het event gewoon. Dat is wat we hebben gezien, dat ook mogelijk is. En ik denk dat we met zulke ideeën moeten gaan naar de overheid en ze bewust maken van oké, wij hebben uw steun nodig, want we kunnen het niet alleen, snap je? Oké, maar jij hebt dus inderdaad wel het online betaalmethode ding gedaan in december, ja. Zeg je? Ja. Okay, dus misschien moet je ons vertellen hoe je dat hebt gedaan, dan kunnen we in ieder geval van je afkijken wat dat betreft. Want misschien is dat ook weer voor kijk, je call. Ja, het is gewoon... Je hebt een virtuele tour gaan doen, dus ik bedoel, het is voor hun ook wel heel erg belangrijk om een beetje inkomsten te gaan genereren voor de tentoonstelling. Ja, je hebt 2 mogelijkheden. Je kan sowieso je kaartje online bestellen. Als je bijvoorbeeld geen mobile banking hebt, geen internetbanking hebt, kan je het wel online bestellen. Je stuurt gewoon een appje. Ik wil sowieso een event betalen. Oké, en dan komt er 1 persoon met alle COVID-protocollen. Die brengt jou een persoonlijk kaartje voor jou. Of je kan zeggen, ik betaal online en ik krijg mijn kaartje online. Je betaalt gewoon via MoPay, via internetbankieren, mobile banking. En een kaartje. Is dan je link dus eigenlijk. Dan krijg je een persoonlijke link. Het is voor jou, je kan het niet met iemand anders delen, want als je dat doet, gaat die persoon niet in het event kunnen komen, omdat wij weten van dit is jouw link en wanneer jij aanmeldt, dan zie je bijvoorbeeld mevrouw Miranda meldt aan en dan krijg je de toegang. Iedereen moet toegang krijgen. Dus het is zo geavanceerd dat je iedereen kan toelaten. Snap je? En tegenwoordig bijvoorbeeld, als je een kaartje bijvoorbeeld 150 SED verkoopt, kan je bijvoorbeeld met je heel gezin een event bewonen waarbij je maar 150 SED betaalt, waarbij je bij fysiek 5x 150 zou betalen. Ja, ik begrijp het. Nicole, is dit een alternatief waar, of een innovatieve manier, kan ik wel zeggen, hoe Villa Sapacara en misschien FabLab in de toekomst eventueel zouden kunnen gaan opereren? Spreekt dit jou aan? Het is in principe ook ongeveer hetzelfde principe. Ja. Via de webshop zouden de kaarten gekocht kunnen worden. Ja. Er komt zo een digitale museumtour met verschillende online activiteiten. Misschien zou ik ook even kunnen uitleggen over een van de games. Het gaat dan ook een beetje over het ecosysteem. En het gaat dan over een soort vogel. Het is een vogelgame waarbij de bezoekers, er komen wat puzzels en wat vragen en dan. Dus dat zijn ongeveer enkele ideeën. Veel over de activiteiten over Villa Sapacara ben ik ook niet echt op de hoogte van. Dus omdat ik meer van het SAPLA ben. Ja, nee, oké, dat begreep ik. Oké, ik heb 2 vragen nog. 1 vraag is, en dat is ook voor jullie alle 3, ik begin ook weer bij mevrouw Hermelijn. Hoe ver wordt er vooruitgekeken met de planning binnen de sector op dit moment? Do we take it day by day? Dan zeggen we oké, is goed. We kijken 2-3 maanden vooruit. Is er een perspectief voor, op deze rollercoaster zitten we tot het eind van het jaar. In 2022 zullen we kijken wat het nieuwe normaal is tegen die tijd. Of is er een zicht van, weet je wat, dit is de manier waarop we het gaan doen. Dus laten we het hier maar mee doen voor de komende jaren. En pas als het verandert, dan zullen we weer bijstellen. Binnen de creatieve sector zijn er verschillende disciplines.
per discipline heb je verschillende groepen en vaak zijn het individuen. Ik kan praten voor de mensen met wie ik contact heb. Bijvoorbeeld de beeldende kunstenaars. Zeg maar de organisatie ReadyText. Die hebben gewoon hun tentoonstellingen. Dan wel dat ze geen mensen... Je kan wel mensen ontvangen, ze ontvangen mensen, maar er zijn geen openings. Toch? Dus dat gaat op dit moment gewoon door. Wat de theateractiviteiten betreft, die zijn op dit moment echt lam gelegd. Ik weet dat creatieven bezig zijn om te kijken van hoe kunnen we inderdaad buiten activiteiten gaan doen. En die zijn, net als wat Jean-Luc zegt, aan het brainstormen van what if, maar niets concreets. Het heeft met meer te maken dan COVID, het heeft met het financiële te maken, faciliteiten die, weet je, voor buiten faciliteiten, die zijn er niet. De mensen die actief zijn, denk ik, zijn voornamelijk de mensen die in de muzieksector actief zijn. They are ready to go. Het moment dat de overheid zegt van we mogen weer live events, zullen die live events komen. Dan wel zullen er measurements moeten zijn van hoeveel mensen mogen er wel bij, hoeveel mensen mogen er niet bij. Maar dat is vrij flexibel. So they are ready to go. En dan heb je anderen die gewoon doorgaan. Dat zijn de mensen die zeggen van luister, ik ga richten op film. Kleine producties, maar die zijn niet afhankelijk van individuele kaartverkoop. Dus die halen hun fondsen elders vandaan, grote sponsoren of fondsen. Dus je kan niet één antwoord geven, het is heel divers. Ja, dus het is eigenlijk een beetje per sector, zijn ze een beetje aan het voelen en aan het kijken wat de mogelijkheden zijn. Eigenlijk antwoord op de vraag is dat er geen lange termijn mogelijkheden zijn op dit moment om het te bekijken. Je moet het toch wel gewoon nemen voor binnen de tijdspannen die je kan overzien, gemiddeld 3-4 maanden en daarbinnen elke keer plannen en aanpassen. Plannen en aanpassen. En wat ook is, en dat we merken nu echt wel het gemis, dat veel mensen op hun eigen eilandje bezig zijn. Er zijn geen organisaties die zich hierover buigen. Bijna iedereen is gewoon zelfstandig ondernemer en ook creatief. Ja. Weet je, dus dat is onze kleine markt, kleine sector. Een beetje in survival mode, denk ik ook wel. Ja, heel erg. Oké, Jean-Luc, hoe ziet het bij jullie eruit? Hoe ver kijken jullie vooruit om te bepalen wat het beleid wordt? Kijk, ik zeg eerlijk, als creatieveling kan je heel veel vanuit jezelf plannen. Maar ik zeg altijd, het begint bij de top, bij de regering. Ik denk dat we bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen nemen aan Amerika. Een jaar geleden was alles helemaal gesloten en mocht geen enkele events plaatsvinden. Maar als we kijken naar de Grammys, de Oscars die straks beginnen en gisteren ook, de UFC was gewoon helemaal uitverkocht met duizenden mensen. En ik denk dat het bij de regering moet beginnen. Ik denk dat ze ons vergeten, we zijn in een vergeten hoek. En ik geloof dat het daar moet beginnen. Omdat je kan plannen. Je kan plannen hoeveel je wilt, maar je moet ook kijken naar wat is de planning van de regering. Weet je, wat zijn de COVID-statuten? En als dat bijvoorbeeld niet goed zijn, kan je sowieso plannen, maar dan weet je dat de regering anytime ertussen kan komen en alles gewoon stopzet. Ik denk dat we moeten afwachten en kijken wat de regering... Nee, we moeten niet afwachten. We moeten met de regering gaan praten van oké, dit zijn bepaalde ideeën die we hebben en dit is wat we willen doen. In hoeverre kunnen jullie ons accommoderen? In hoeverre wilt u met ons mee gaan denken aan verbetering brengen aan deze situatie? Omdat ik sowieso geloof dat het kan. Als Amerika een land met miljoenen mensen het kan doen, dat kunnen wij het ook doen met een land van 500.000 inwoners. Ja. Ik denk dat het echt ligt aan de regering. Dat de regering elke sector aandacht geeft. Dat we niet vergeten worden. En dan heb ik het niet alleen over de creatievelingen, maar ook iedereen die hierdoor getroffen is.
is een hele mooie invalshoek. Dat je zegt van oké, die regering moet eigenlijk wel aan elke sector denken. Die vind ik wel een hele goede insteek. Maar laten we toch even Nicole deze vraag ook laten beantwoorden. Nicole, hoe ver kunnen jullie? Want op een gegeven moment zeg je toch ook al van oké, luister nou, ik kan tot zover. Hoeveel maanden van tevoren of hoeveel maanden vooruit kunnen jullie kijken met jullie activiteiten? We hebben namelijk het SAPLAB even jaarprogramma. En het is ook namelijk zo dat we elke maand wel een streven hebben om een aantal workshops te verzorgen. Ook trainingen en ook een aantal bezoekers te bereiken. Maar het is steeds weer ook aanpassen naar de regels op dat moment. Want wat we nu bijvoorbeeld ook merken, onze workshops worden meestal op de zaterdag gegeven. Maar nu met de lockdowns, dan moeten we daar ook weer iets anders bedenken op welke dag we het wel kunnen verzorgen. En de trainingen die worden meestal in de avond gegeven, maar nu met de dan moeten we dan ook weer aanpassen. Ja, dus ook bij jullie is het eigenlijk gewoon van week tot week bepalen wat er wel of wat er niet kan gebeuren en mag gebeuren. We hebben wel gewoon een jaarprogramma, maar het is wel steeds, elke week is het dan weer een meeting om even na te gaan wat wel haalbaar is en niet. Ja, oké. Okay. Ik kijk even weer naar mevrouw Hermelijn, maar het gaat eigenlijk even over nu. Een shift in de hele structuur van mensen die inderdaad binnen die creatieve industrie gaan bewegen. Want als ik zo een beetje luister naar Marvin bijvoorbeeld, dan is er gaat een verschuiving plaatsvinden. Hij gaat geen productiemensen meer nodig hebben voor zijn optreden als hij het online doet. Maar zijn productiemensen gaan nu leuke pakketjes brengen bij mensen aan huis en op die manier hun klant benaderen. Dus er zal een hele shift plaatsvinden aan hoe mensen te werk worden gesteld binnen die industrie. Dus, en niet alleen maar dat, als ik ook kijk naar wat Nicole heeft gezegd en wat Anne heeft gezegd, is dat ook de financiering van evenementen, die zal helemaal op een andere manier gaan plaatsvinden. Het zal niet meer kunnen komen van grote bedrijven die het zelf ook moeilijk hebben op dit moment. Het zal veel meer moeten komen van mensen die vanuit hun huis, vanuit hun eigen omgeving entertained willen worden en daarvoor nog wel bereid zijn te betalen. Maar ook daar zal er een verandering plaatsvinden, want je hoeft nu niet meer te betalen per persoon. Je betaalt per link en je brengt je gezin bij elkaar. Dus er is een hele shift eigenlijk. Zonder dat we het in de gaten hebben, is er een verschuiving aan het plaatsvinden binnen de hele industrie van creativiteit en hoe we met activiteiten bezig zijn. Wordt er daar bewust mee omgegaan? Of gaan we gewoon en als mens zijn we zo weerbaar dat we ons eigenlijk in al die bochten meebrengen, om het maar even zo te zeggen. Ook vanuit het standpunt van uw achtergrond als socioloog. Mevrouw. Nou, ik volg dat en ik merk dat jongeren eerder meegaan met de nieuwe ontwikkelingen, de nieuwe techniek. En mensen van mijn leeftijd, die zijn die gaan wat trager mee. Om het, weet je, die houden nog even vast aan live. En dus die gaan wat trager mee. Jongeren gaan eerder meegaan. Wat je ook merkt, ik hoop dat iemand van de overheid luistert. En heel goed heeft geluisterd naar wat Jean-Luc zegt. Inderdaad, de sfeer waar je activiteiten doen, die gaan weg van de openbare sfeer. Dat betekent openbare belasting op openbare evenementen valt weg. Inkomstenbron van de overheid valt weg. Ik hoop dat ze heel erg goed luisteren. Want daar is er inderdaad een hele grote shift in. Dat komt en dat zal blijven. Ik denk dat voor online evenementen, ik ben het niet helemaal eens, hangt er vanaf hoe je het wil doen, hoe je de productiemensen inzet. Ik denk dat er andere disciplines nodig zullen zijn. Je zal meer
mensen nodig hebben met een camera, want je gaat dingen op een andere manier moeten capturen. Ander soort licht, ander soort geluid. Want ook evenementen die in een andere sfeer gebracht worden, daar komt ontzettend veel techniek bij kijken. Zijn vaak, als je het goed wil doen, is het evenveel als een theaterproductie binnen. Dus, maar daar zover zijn we nog niet. Ja. Maar hangt er vanaf. Ja. Een deel gaat mee, heel makkelijk. En dat zijn zeker voor de goedkope en gratis evenementen. Er is heel veel online, heel veel TikTok, heel veel dat, weet je. Maar dingen die ietsje duurder zijn, ja, daar gaat men niet zo snel in meegaan. Want dingen zullen even duur zijn, of dan wel duurder. Ja, oké. Okay. Maar die shift is wel al duidelijk aan het ontstaan. Die shift is er. Die shift is er. Er gaat ergens een nieuwe balans moeten komen. Mm-hmm. Oké. Okay. Shaluk, heb jij de shift ook opgemerkt en waar zie jij de belangrijkste veranderingen plaatsvinden? Die shift is duidelijk. Sommige mensen zijn er bewust van, sommige mensen zijn er niet bewust van, maar die shift is wel zichtbaar. Ik denk sowieso dat jij als event organizer, ondernemer, sowieso moet kijken naar het gedrag van bijvoorbeeld de jeugd, hoe wij allemaal op social media bijvoorbeeld onszelf voordoen. Veel mensen zeggen van oké, social media moet je niet te serieus nemen, maar je ziet wel dat men een bepaalde mening heeft over de situatie nu. En ja, events gaan niet goedkoper zijn. Als het niet gratis is tenminste, gaat het niet goedkoper zijn nog aan andere manieren moeten zoeken om mensen mee te nemen. En ook om een stukje zelfreflectie eigenlijk als organisatie van oké, wat bied ik mijn publiek aan en wat kunnen ze van mij verwachten? Een online event is veel ingewikkelder dan een event gewoon op locatie, wat ik sowieso ook heb ervaren. En ja, mensen ziet online en soms gaat men mee, soms gaat men niet mee. Dat moet ik wel sowieso meegeven. Daar komt er soms wel een beetje demotivatie bij kijken. Maar het is een transitieperiode en iedereen gaat daar anders mee om. Ja, oké. Ik vind het eigenlijk alleen maar niet zo leuk dat ik bestempeld ben geworden met de oudere generatie die niet makkelijk meegaat. Maar ja, het is gewoon een gegeven. Het is inderdaad een gegeven. En ik kom dan bij Nicole. Want Nicole, jij zit juist bij de groep die jong is. En als jij kijkt naar de mensen die dus bij het SAPLAB komen, dat zijn voornamelijk jongere kinderen die inderdaad nog schoolgaand zijn. Merk je dat bij hun inderdaad de aanpassingen die er gedaan moeten worden, waar volwassenen soms mee struggelen, dat het bij hun juist makkelijker gaat in het stukje van innovatie en verandering in de shift? Zoals ik al eerder heb aangegeven, we zijn nog in 6 maanden. We hebben net enkele workshops en trainingen achter de rug gehad. Op dit moment kan ik het niet echt kunnen aangeven. Het is nog een beetje te kort, hè, om daar inderdaad een trend aan te koppelen. Klopt. Okay. Maar die shift is wel duidelijk te merken, want nu kunnen we max 3 tot 5 mensen accommoderen, maar hoe lang kan dit nog? We zijn wel een non-profit organisatie, maar we proberen ook wel te werken aan zelfredzaamheid, om ook echt onze... Dus we proberen dan ook veel meer mensen te bereiken en we denken ook eraan om de workshops en trainingen ook online te bieden, om meer mensen te kunnen bereiken. We moeten dan gewoon meegaan. Ja, oké. Nee, inderdaad. Goed, mensen, we zijn gekomen tot nog 5 minuten voor het programma. Ik wil jullie allemaal nog de gelegenheid geven om een slotconclusie of een slotopmerking te maken naar aanleiding van wat de rest van de panelgasten hebben gezegd tegen de achtergrond van ons onderwerp. En ook met jullie hopelijk inspirerende, vooruitstrevend zicht. Dus we gaan het rijtje weer af. Ik begin bij mevrouw Hermelijn. Nou, als ik het zo heb gehoord en dat merk ik dat de creativiteit niet te stoppen is. Innovatie is gewoon onderdeel van het leven. En, maar ook corona is onderdeel van ons nieuwe situatie. Blijf het gewoon volgen. Hou jezelf gewoon veilig. En zoek een balans tussen creativiteit, innovatie en hoe je dat
hoe je daarmee omgaat in de corona-pandemie, om het zo te zeggen. We zijn als Suriname gewoon onderdeel van de wereld. En blijf volgen wat er om je heen gebeurt. Niet alleen wat er in Suriname gebeurt, maar wat er om ons heen gebeurt in de wereld. En kijken als we daar een nieuwe balans in kunnen vinden. Ja, inderdaad. In de wereld is het eigenlijk ook niet zo fijn aan het gaan allemaal op dit moment. Absoluut niet. Nee. En Jean-Luc haalde daarnet aan, hij vergeleek ons met Amerika. Dat heb je zo net gedaan. Maar ja, in principe is volgens mij nu, als ik me niet vergis, 70% van de Amerikanen is al gevaccineerd. Dus dat heeft denk ik ook wel een beetje een mentale impact op hoe mensen dingen zien en hoe ze beleven. Want we praten wel over het nieuwe normaal en het nieuwe normaal. Maar we hebben eigenlijk alleen maar ons vorig leven, dat bedoel ik voor corona, als referentiekader. En ik heb juist het idee dat corona ons wil laten zien dat er een andere manier moet zijn waarop we met elkaar kunnen samenleven, activiteiten kunnen uitvoeren en hoe we ons leven inrichten. Dat is juist wat ik denk dat de challenge is van dit hele gebeuren. Dat we helemaal niet terug moeten naar normaal, maar juist moeten gaan herontdekken naar hoe het wel anders kan. Want we kregen niet zo een goede score met de manier waarop we ons in de afgelopen 50 tot 60 jaar hebben ontwikkeld. Dus ik denk dat juist die score moet veranderen. Dus ik begrijp wel dat je zegt van kijk naar Amerika. En ik heb eigenlijk zoiets van oké, laten we kijken naar net wat Anne zegt om ons heen. Van wat wel. Want moeten we inderdaad wel terug naar wat het was. Zo rooskleurig was het er helemaal niet. Zag het er helemaal niet uit in die coronatijd ervoor. Dus ik wilde juist zeggen van nou nee. Laten we misschien toch wel het momentum nemen om erover na te denken en de juiste voorbeelden aan te halen. Want ik vind het, de voorstellen die jullie hebben gedaan, vind ik gewoon veel leuker en veel innovatiever. Van laten we meer online doen, laten we meer op straat doen, laten we meer kleiner doen. Laten we, weet je, meer waarde hechten aan de knussere, kleinere samenkomsten. En inderdaad niet meer gaan naar, want laten we even eerlijk zijn, als we het erover mogen hebben nog eventjes. Willen we inderdaad nog wel een feest in de binnenstad op 31 december, waar die stad uit zijn voegen barst. Als je kijkt, maar het is mijn persoonlijke, misschien is dat een ouderwetse mening hoor, maar als je kijkt naar hoe de jeugd zich gedroeg op 31 december, dan denk ik, nee, ik wil eigenlijk dat helemaal niet meer, geen enkel jaar, ook niet over 20 jaar. Dus daar zeg ik ook wel van, ja, ik snap wat je bedoelt, van oké, let's open up en laten we dat als voorbeeld nemen. En aan de andere kant denk ik juist dat de challenge is, let's change things. Ja, ik moet wel aangeven dat ik sowieso bewust ben van alles dat gebeurt binnen mijn leeftijdscategorie. Als ik kijk naar hoe mensen om me heen reageren, wat mensen vinden van deze situatie. En ik denk dat we als gemeenschap moeten waken voor burgerongehoorzaamheid, wat we op bepaalde gebieden wel zien. En ik denk dat de regering daarin heel goed moet gaan inspelen, omdat ik denk dat heel veel mensen echt op zoek gaan naar vertier. Wat doet de regering voor mij? Wat kan de regering voor me betekenen? Waarom mag ik niet even buiten voor mijn deur zitten? Waarom mag ik niet even een rondje gaan rijden? Waarom mag ik niet even gaan fietsen? Al dat soort dingen. Ik denk dat de mentale staat van ons veel belangrijker is dan anything dat wij willen gaan doen. Maakt niet uit als we geld willen gaan verdienen. Maakt niet uit als we ergens naartoe willen gaan. Maar onze mentale staat is belangrijk. En ik heb niet het gevoel dat wij meegenomen worden. Er was eergisteren, als ik het goed heb, een hele zware bui. En als je kijkt naar de leefomstandigheden van mensen, dat hun huizen gewoon onder water ligt. Ik dat raakt me gewoon. Mijn boodschap naar de regering is dat ze gehoor geven aan het volk. Snap je? Als je nu bijvoorbeeld op straat zal gaan, zou je wel degelijk zien dat Surinamers wel gehoorzaam zijn. Als je het vergelijkt met andere landen, als je het vergelijkt met Nederland, zie je wel dat er veel burgerongehoorzaamheid is. En dat is omdat de regering niet luistert naar wij als gemeenschap. En ik denk dat ik het daarmee wil eindigen.
Oké, nee, die boodschap is heel duidelijk hoor. Dat inderdaad toch wel, je hebt het een paar keer in je gesprekken aangehaald. Van de overheid die moet het voorbeeld gaan geven. En zij moeten het voortouw nemen en wat er allemaal wel of niet moet gebeuren. Je hebt het niet maar één keer gezegd. Dus dat was voor mij wel heel erg duidelijk dat jij zoekt toch wel naar leiderschap in Suriname. Die ons op een goede manier meegenomen met alle omstandigheden die er zijn. Naar een realistisch beeld kijkt van hoe kan je als Surinaamse gemeenschap met alle haken en ogen en alle unieke karaktereigenschappen die wij als gemeenschap zeg maar vertonen, het nog steeds op een goede manier doen. En dat moet op een andere manier kunnen ten opzichte van wat er nu aan het gebeuren is. Dat is een beetje wat ik filter uit jouw eindboodschap. Yes. Heb ik dat goed gedaan? Goed zo, dankjewel Jean-Luc. Nicole, tot slot? Nou, tot slot wil ik nog even doorgeven. Ja, het begrip innovatie was altijd al een heel erg belangrijk geweest. Omdat we in een dynamische wereld leven en elke dag zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Maar nu juist, omdat we in zo'n uitdagende situatie dus zijn, is innovatie meer dan ooit zo belangrijk geweest. Daarom is het belangrijk om de jongeren nu al of te stimuleren om creatief te denken, om zo te komen tot inventieve ideeën, oplossingen. En zo alleen kunnen we innovatie stimuleren. Ja. Okay. Jullie zijn daar als aan de basis, hè? Jullie zijn als grondleggers zijn jullie daar om dat te doen. En daarom is het juist heel erg belangrijk om die innovativiteit te blijven prikkelen door de jongeren of de kinderen die jullie daar krijgen, hun mind aan het werk te zetten en te blijven challengen om zeg maar die oogkleppen open te houden, om zoveel mogelijk om zich heen te kijken en te leren van wat er allemaal in de wereld met aan het gebeuren is en daar het beste uit te halen. Goed, hartelijk bedankt. We zijn gekomen aan het einde van dit programma Zoom In, waarin we spraken over creativiteit en innovatie en wat er allemaal nodig is om in deze coronatijd te overleven. We hebben gekeken naar hoe onze creatieve industrie het doet en hun status van innovatie en wat daar allemaal bij komt kijken. En lange termijn, korte termijn, even terugblik naar de huidige status. En basically hebben mijn gasten het ook al gezegd, het gaat om een stukje creativiteit die de mensen aan de dag leggen, om toch wel de wil om te leven de baas te kunnen zijn, om door te kunnen gaan en dat een stukje creativiteit, een stukje vertier daar enorm belangrijk in is om eigenlijk je welzijn in stand te houden. Ik wil mijn drie gasten hartelijk bedanken voor het hebben meepraten vandaag met ons. Bedankt voor jullie inzichten. Heel erg veel succes met jullie ondernemingen en met alle acties die erin op stapel liggen, want ik weet zeker dat jullie niet stil zullen zitten en altijd maar naar een manier zullen zoeken om toch jullie doelgroep te bereiken. Heel erg veel succes daarmee. Ook van mijn kant hartelijk bedankt. Goed. Ook van mijn kant hartelijk bedankt voor de gelegenheid. Ja leuk gesprek. Ja. En ik ben benieuwd naar de reacties. Misschien zijn mensen het helemaal niet met ons eens. Nou, we gaan het horen. Nogmaals hartelijk bedankt, ook aan u, om het bij te wonen van onze nieuwe aflevering van Zoom In. En natuurlijk zelf Lines bedanken voor ons in de gelegenheid stellen om dit programma elke week weer aan u te kunnen presenteren. Fijne kijkavond verder en tot de volgende aflevering van Zoom In. Goedenavond.